Welkom bij de presentatie over de twee bacheloropleidingen, de bachelor biotechnologie en de bachelor moleculaire levenswetenschappen. Ik ben Sonja Isken, opleidingsdirecteur en docent bij de bachelor biotechnologie en ook de opvolgende masteropleidingen. En ik heb samen met mijn collega van de moleculaire levenswetenschappen, Wilco van Loon, een presentatie gemaakt waarin de twee opleidingen biotechnologie en moleculaire levenswetenschappen worden voorgesteld en ook vergeleken, zodat jullie zien wat zijn de verschillen en wat is ook hetzelfde. Wij kwamen op het idee omdat de afgelopen open dagen vaak studenten blijven zitten als de een van ons een presentatie gaf en vervolgens de andere kwam. En ook ikzelf heb 35 jaar geleden, heel lang geleden, wat verder in het oosten, een presentatie gehoord waar verschillende opleidingen aan bod kwamen. En daarna wist ik, ik ga biotechnologie studeren. Nou, ik hoop dat deze presentatie jullie ook helpt een beslissing te nemen. En of dat is, ja, biotechnologie of moleculaire levenswetenschappen, of dat ga ik alle twee zeker niet doen, als jullie dan 35 jaar later ook ergens staan en zeggen, dat was goed wat ik toen gedaan heb. Dan heb ik vandaag iets bereikt. Dat ga ik niet alleen doen. Er is ook nog een student die mij komt helpen. Dat is Anne Schreffer. Dat is een student moleculaire levenswetenschappen. Dus jullie krijgen een docent meer uit de biotechnologie en een student meer uit de moleculaire levenswetenschapshoek. En wat ga ik nu doen? Ik ga eerst twee voorbeelden geven van het onderzoek wat we hier in Wageningen doen. En waar zowel biotechnologen als ook moleculaire levenswetenschappers mee aan de slag gaan. En daar laat ik zien wat doet de een, wat doet de andere. Wat doen ze misschien alle twee? Dan vertel ik een stuk specifiek over biotechnologie, een stuk specifiek over moleculaire levenswetenschappen. En daarna ook, hoe is eigenlijk zo'n bachelor opgezet? Ik ga nog iets in over overeenkomsten en verschillen bij de opleiding. En ik zeg ook iets, wat doe je na de bachelor? En bij wat voor bedrijven werken studenten later? Laten we beginnen met het eerste voorbeeld. Het voorbeeld van de bioplastics. Nou, de meeste plastics die we nu nog kopen, zijn gemaakt op basis van aardolie. Maar uit klimaatredenen en nog veel andere redenen, milieuredenen vooral, willen wij eigenlijk liever een alternatief hebben. En dat zijn bioplastics. En die worden gemaakt op basis van biomassa. Nu heeft Wageningen met zijn wortels in de landbouw natuurlijk heel veel kennis over omgaan met biomassa voor de productie van levensmiddelen. Maar heel vaak gebruik je maar een heel klein stuk van, van een plant, zoals hier in het voorbeeld, alleen het koorn. Dat gebruik je voor het levensmiddel en een overige deel dat blijft terug, zoals hier de stengels, het stro. En daar zitten nog waardevolle chemische componenten in, waar interessante verbindingen van gemaakt kunnen worden, die de basis kunnen vormen voor bioplastics. In het stro zitten namelijk bijvoorbeeld cycas in lange ketens, polymeren noemen wij dat. En als we die klein knippen, dan maken we die cycas vrij waar we waardevolle dingen mee kunnen doen. Dit knippen, dat kunnen enzymen. En de moleculaire levenswetenschappers zijn heel goed daarin om te kijken, hoe zitten eigenlijk die complexe moleculen structuren in dat stro? Wat zit er eigenlijk aan elkaar? En hoe moet zo'n eiwit precies eruit zien om dat goed te knippen op de plek waar ik het wil gaan knippen? En de biotechnologen, die zijn wel heel erg goed daarin om op grote schaal, ook grote hoeveelheden stro, met zo'n enzym om te zetten naar de cycas die we willen hebben. Of ook om überhaupt eerst het eiwit in grote hoeveelheid te maken. Want het wordt gemaakt met behulp van schimmels. Die hier te zien zijn. Die komen in grote bioreactoren. En daarmee maak je die eiwitten. Dus eigenlijk als je op grootschaal dit proces volgt, dat is al biotechnologie. Ook de omzetting op grote schaal met de eiwitten is biotechnologie. Maar als je nu echt wil kijken hoe dat op moleculair niveau alles in elkaar zit, dan heb je weer veel moleculaire levenswetenschappers aan de slag. Nu is één ding niet helemaal eerlijk aan mijn dia. Het klopt namelijk eigenlijk helemaal niet dat hier zo mooie witte suikerklontjes uitkomen. In het echt is dat een vieze, grijze, bruine slurrie. En dat is ook een beetje het probleem. Want als we mooie witte suikerklontjes hadden, dan waren er organismen die dat prima konden omzetten in de bouwsteen voor bioplastic. Dat is namelijk melkzuur, lactaat. Dat kennen jullie. Yoghurt, de zure smaak van yoghurt. Dat is melkzuur. Dat is de basis voor een heel interessante bioplastic. En er zijn bacteriën in de yoghurt die die melkzuur maken. Alleen, ja, die kunnen niet met de vieze slurrie, maar er zijn andere bacteriën, die kunnen wel al die cycas omzetten, maar ja, die maken geen lactaat. En dus komen biotechnologen en zeggen twee eigenschappen, twee organismen, die zetten we in één organisme, we maken een productieorganisme en we kunnen dat
lactaat maken uit die vieze slurrie. Dat is ook allemaal gedaan. En in dit proces zie je ook weer dat hoe precies moet je het organisme hebben en hoe is het op moleculair niveau, dat doet meer de moleculaire levenswetenschapper, de productie meer de biotechnoloog. De moleculaire levenswetenschapper is ook die die daarover nadenkt, hoe kan ik uit die melkzuur, daardoor dat ik die weer aan elkaar zet, een complexe stof maken die precies de goede eigenschappen heeft voor de bioplastic. Want bij bioplastic moet je opletten, ze kunnen als ze willen dezelfde eigenschappen bouwen, vaak dan met andere monomeren, als op aardolie, maar dan breek je hem ook weer niet af in de natuur. En dat willen we natuurlijk wel. En dat bestuderen, dat doen moleculaire levenswetenschappers, hoe het in elkaar moet zitten. Het maken is meer aan de biotechnologen. Dit voorbeeld zie je. Heel veel disciplines zijn nodig om bioplastic te kunnen maken. Engineering, microbiologie, moleculaire biologie voor genetische modificatie, maar ook de chemie voor de structuren. Nou, de engineering en de organisme is via biotechnologie, organisme richting scheikunde moleculen, dat is meer moleculaire levenswetenschappen. Een voorbeeld uit biomaterialen. Uit actuele redenen heb ik nog een tweede voorbeeld, wat ik ook al sinds jaren gebruik, dus is niet helemaal nieuw, er toegevoegd, en dat is de baculovirus. Baculovirussen zijn virussen die heel specifiek bepaalde insecten aanvallen. Al 40 jaar geleden waren in het Westland problemen bij tuinders met een rupsenplaag. Die bestreed man oorspronkelijk met chemische middelen die ook gewenste insecten gingen doden. Daar wilde men van af, men zocht een alternatieve bestrijdingsmethode en iemand dacht, laten we zo'n virus gebruiken die alleen maar bepaalde rupsen doodt. En dat was zo'n baculovirus. Dat is gedaan en met zo'n baculovirus krijg je allemaal dode rupsen. Nu zou je allemaal rupsen kunnen kweken, maar dat doen biotechnologen niet met terraria of zo. Nee, biotechnologen die nemen alleen die cellen van een rups, insectencellen, in een bioreactor, schalen dat op naar een grote bioreactor, voegen kleine hoeveelheid virus toe en je krijgt heel veel virussen. Een prachtig biologisch bestrijdingsmiddel en als het dat was, wat het zo zei, zou ik het hier niet vertellen. Hier begint het namelijk. Het begint omdat je namelijk een stuk DNA uit die virus, die baculovirus, eruit kan halen. En dat kan je vervangen door een stuk DNA, wat codeert voor een eiwit wat je heel graag wil hebben. Als dit een eiwit is van een gevaarlijke virus die aan de oppervlakte van de virus zit, dan gaat nu die recombinante virus, dus die genetisch gemodificeerde virus, die baculovirus, aan zijn buitenkant die eiwitten tonen. En daarmee misleidt hij als het ware het immuunsysteem van het dier of de mens die je ermee gaat vaccineren. En je kan op die manier een heel veilig vaccin maken. Dit is dus een vaccinplatform geworden. En daarmee is in het verleden al een vaccin voor pluimvee tegen vogelgriep gemaakt. Er is ook een goedkeuring voor een van de influenza-vaccins voor mensen die op die manier gemaakt kan worden. Een van de twee gebaarmoederhalskankervaccins in het Rijksvaccinatieprogramma is op deze manier gemaakt. En in Wageningen zijn we vooral bezig te zoeken naar vaccins tegen ziektes die van dieren overspringen op mensen. Want met onze achtergrond waren we altijd goed in diervaccins en we keken nu naar het overspringen. En daarom is de collega die anders op de open dag staat en met de microscoop een truc heeft dat je die kleine virussen toch zichtbaar maakt, want baculovirussen klonteren aan elkaar, kan hij het zichtbaar maken. Die is nu druk bezig in het laboratorium om samen met consortium met andere universiteiten te zoeken naar het coronavaccin. En dit foto is niet nu pas daarin gekomen. Dat stond al een jaar geleden in de presentatie. Want die virussen, die coronavirussen, hebben natuurlijk heel specifieke eiwitten bijten. Dus dit is een platform waar gehoopt wordt dat je daar zo'n vaccin mee kan maken. Wat zie je aan dit voorbeeld weer? Ah, je begint ergens met een landbouwprobleem. Je eindigt met een heel actuele menselijke medische input. Maar je hebt weer veel disciplines nodig. Niet alleen de virologen, ook de celbiologen voor de insectencelcellen. Je hebt iemand nodig die echt iets goed begrijpt over hoe zijn nou die molecuulstructuren buiten op de virus, die wisselwerking met de gastheercellen. En de engineers die ervoor zorgen dat het in grote hoeveelheid gemaakt kan worden. Nou, de engineers en het maken van die productiecellen, die insectencellijnen, dat doen heel veel biotechnologen. Bestuderen welke eiwit nou hoe goed wisselwerkt op moleculeniveau, doen vaak de moleculaire levenswetenschappers. Dus weer alle twee opleidingen betrokken bij toch een actueel onderwerp. Geeft hopelijk een indruk dat we in Wageningen aan heel veel verschillende richtingen werken en dit ook. Dus de twee opleidingen waar ik het over heb, biotechnologie en moleculaire levenswetenschappen, die één meer richting op het molecuul, die andere meer op de productie van grote hoeveelheden. Vergelijk het een beetje met de opleiding
opleiding chemie en scheikundige technologie ook twee verschillende opleidingen die elkaar aanvullen. En dat doen wij ook, de moleculaire en de biotech, dat zijn broodje en zusje. Daarom hebben ze ook een man en een vrouw als opleidingsdirecteur. En nu een stuk over biotechnologie. Biotechnologie, daar ga je dus kijken naar DNA, naar eiwitten, naar cellen, maar ook naar de bioreactoren en hoe je het kan opschalen. We staan dus op twee benen, een biologisch been en een engineering been. En daarmee gaan we naar heel veel toepassingen. Ik heb één gegeven uit de biomaterialen, één uit de vaccinhoek. Je kan ook aan geneesmiddelen denken. Bijna alle nieuwe geneesmiddelen zijn biotechnologisch. Maar ook aan levensmiddelen. Vraag je grootouders online. Hoe smaakte alcoholvrij bier 1980? Hoe smaakt het nu? Het is echt wel verbeterd. Het is ook biotechnologie. En als je hier komt studeren, dan willen wij dat je een bachelor een overzicht krijgt over alle disciplines en alle toepassingen die belangrijk zijn. Dus de biologische toepassingen, eiwitten, DNA en cellen. Net zoals de engineering, bioreactoren, opschaling, de kringloop om alles weer te recyclen, analyses en de controle van het hele proces en de verschillende toepassingen. In de bachelor krijg je een overzicht, in de master ga je specialiseren of in de biologische richting of in de engineering richting of in specifieke toepassing. Als ik dan overstap naar de moleculaire levenswetenschappen, als ik dan kijk naar wat data die we hebben over de opleiding, zie je een hoge studententevredenheid. We hebben ook een aantal jaar, zolang ze het hadden, keuzegids hoger onderwijs dan topopleiding gehaald. Het is wel zo dat wij nog op zoek zijn, nog naar weer dames, er zijn veel mannen in onze opleiding. We hebben veel contacturen. En dat zullen we straks ook bij de moleculaire terugzien. Komt door de vele praktica. En nu kom ik naar de moleculaire levenswetenschappen. Dat is een opleiding die ook heel multidisciplinair is. Maar het is niet biologie en engineering. Nee, hier is het scheikunde, biologie en natuurkunde. Die worden bij elkaar gezet. Je wil graag uitzoeken wat moleculen doen, waarom ze dat doen en hoe die precies in elkaar zitten. Daarvoor heb je veel chemische kennis nodig, maar ook de natuurkundige interactie moet je begrijpen. Je wil die fundamenten goed begrijpen. Je kan daarmee kijken hoe kan je fotosynthese optimaliseren, maar ook hoe moet die eigenschappen van het bioplastic echt zijn. Dus drie vakgebieden die komen hier goed bij elkaar. En daarom heb je in de bachelor ook drie leerlijnen. Een chemische leerlijn, een biologische leerlijn en een natuurkundige leerlijn. In de chemische leerlijn de omzettingen, de scheidingen, de analyses. In de biologische van ja, welke complexe moleculen zitten daar eigenlijk met wisselwerkingen en hebben daar een belangrijke rol. Maar ook in de natuurkunde helemaal inzoomen in de orbitale, in oppervlakte verschijnselen. Dat ga je doen bij moleculaire levenswetenschappen. En ook hier zijn de studenten heel tevreden. Het valt ook op dat het een echt goed studeerbare opleiding is met hoge doorstroom en goede halen van de bachelordiploma. Net als biotechnologie, veel contacturen door de vele praktica die we hebben en iets meer dames bij de opleiding. Alle twee opleidingen zijn opgebouwd als een typisch Wageningen bachelorprogramma. Dat betekent, in de eerste twee jaar is eigenlijk nog voorgegeven wat je min of meer moet doen. Biotech in het tweede jaar iets aan keuze. Maar eigenlijk de eerste twee jaar staan vast. Maar in het derde jaar heb je heel veel dingen waar je kan kiezen. Je hebt bij biotechnologie en moleculaire levenswetenschappen zijn twee opleidingen die een grote bachelorthesis hebben. Echt vier maanden, zodat je zelf onderzoek kan doen. Zelf het lab in kan dingen uitzoeken en vragen stellen. Maar daarnaast heb je meer dan een half jaar waar je dingen kan kiezen. En dat is echt heel erg vrij. Ik kom er straks nog op. Je kan dat in Wageningen doen, buiten. Meer dan een derde van onze studenten gaat via Erasmus-uitwisseling naar het buitenland. Dus veel vrije keuze in het derde jaar. En wat doe je dan? We hebben werkvormen die ook andere opleidingen veel hebben. Natuurlijk hoorcollege in grote zalen. Maar in Wageningen splitsen we dat dan vlug op, zodat we in tutorials verder gaan. Werkcollege in groepen die zo groot zijn als een klas op school. En waar je oefent met de stof. Maar zowel biotech als ook moleculaire levenswetenschappen doen heel veel aan practica. Van alle opleidingen in Wageningen, de meeste uren in de laboratoria. Waar we dan echt kijken, de biotechnologen iets vaker in de biologische richting, naar microbiologie en de moleculaire levenswetenschappen. Iets meer in de chemische richting. En dit is dan ook, denk ik, een typisch commentaar die ik van moleculaire levenswetenschapsstudenten verwachtte, dat ze na het practicum een dieet hebben gevormd. Als ik nou het verschil bekijk in het eerste jaar van de twee opleidingen, dan is het nog niet zo groot. In het eerste jaar heb je vakken die verder gaan op biologie, scheikunde en natuurkunde, wiskunde, zoals je die op school kent.
Maar wat je dan ziet bij biologie en scheikunde het eerste jaar zijn niet zoveel verschillen. De donkere cijfers zijn precies dezelfde vakken. De rode hebben de opleidingen verschillende vakken waar het om gaat. En wat je hier eigenlijk ziet is, op het moment dat de biotechnoloog proceskunde doet, zitten moleculaire levenswetenschappen lekker aan de natuurkunde. Dus dat is eigenlijk in het eerste jaar het grootste verschil. Waarbij de natuurkunde bij de moleculaire ook richting kwantummechanica gaat. Terwijl als je zegt, nou zit daar geen natuurkunde in process engineering. Ja, maar meer newtonse mechanica. In één jaar 60 punten. In het tweede jaar is het verschil veel groter. Dan hebben de biotechnologen veel engineering vakken en heel veel biologisch verdergaande vakken. In microbiologie, celbiologie, gentech en dergelijke. En de moleculaire levenswetenschappen hebben dan ook meer fysische en chemische vakken. Nou, ik zei al in het derde jaar heel veel keuze. Heel veel studenten gaan ook voor een minor. Dat hoeft niet in Wageningen, kan erbijten. Wageningen heeft een hele lange lijst van minoren die je kan doen. Je kan ook zelf een vakkenpakket samenstellen. Dat kan een verdieping zijn in je eigen vakrichting, meer moleculair of meer engineering of juist meer cellulair. Maar je kan ook een hele andere kant op gaan. Bij biotechnologie zie ik vaak ondernemerschap wat daarbij komt. Ik begreep van mijn collega bij moleculaire levenswetenschappen heb je ook mensen die zeggen ik wil toch een leerbevoegdheid om ook scheikundeleraar te kunnen worden. Maar het zijn ook heel andere dingen die daarbij komen te kijken. En ik zei al, heel veel studenten gaan naar het buitenland via Erasmus-uitwisseling. Als je dan de bachelor hebt gedaan, wat doe je daarna? Nou, omdat alle twee bachelor breed zijn, heb je nog veel keuzes. Hier in Wageningen kunnen de biotechnologen naar 7 verschillende masteropleidingen en de moleculaire levenswetenschappers naar 5. En natuurlijk zit er een master biotechnologie bij en een master molecular life sciences die direct aansluiten, maar ook richting bioinformatica, richting biobased sciences, richting plantenbiotechnologie kunnen alle twee opleidingen prima instromen. Die opleidingen zien ons ook als de voedingsbode voor de master. Wie mag komen? Nou, je bent welkom met een natuurprofiel en vanaf 2022 graag wiskunde B. Eigenlijk hebben we nu al het liefste studenten met wiskunde B. We kunnen je anders bijspijkeren, maar wiskunde B hebben de biotechs nodig voor het engineering en de moleculaire voor hun natuurkunderichting. Mogelijke werkgevers zijn breed. Natuurlijk zijn er veel mensen in de industrie, maar mensen die in het onderzoek blijven gaan naar universiteiten of naar onderzoeksinstituten. Maar hier staat een hele rij van dingen die je met een academische opleiding ook vaak kan doen. Maar bij biotech en moleculair is het toch meestal industrie voor de productiedoeleinden of verschillende manieren van onderzoeksinstellingen, universiteiten, onderzoekscentra. Het valt op dat toch veel studenten gaan promoveren na de master, 60%. Dan is het beginsalaris vaak niet zo hoog, maar het gaat daarna wel vlug omhoog. En het geeft nu een grote kans om een baan te vinden in de richting. En na de promotie is het weer verschillend. Biotechs gaan dan bijna toch de meeste de industrie in. Bij moleculaire zie je ook veel universiteiten of academische centra bijvoorbeeld. En bedrijven, gewoon een plaatje met bedrijven die misschien wat bekend zijn. Wat chemische bedrijven. Corbion is die lactate, die melkzuurproducent waar mijn voorbeeld over ging. Maar ook levensmiddelenrichting. Plantenbiotech. Vaccinproducent, het is een diervaccinproducent. De bloedbank. Maar ook de onderzoeksinstellingen. Dus vrij breed, misschien bekende bedrijven. Wat voor studenten hebben we graag hier? Voor alle twee opleidingen vind je beta-vakken leuk op school. Dan zien we jou heel graag hier. Als je toch liever naar het conservatorium gaat, doe dat lekker. Maar betas hebben we graag. Nou, de andere drie, denk ik, dat hoor je van alle andere opleidingen. Iedereen wil graag nieuwsgierige, ondernemende, analytische mensen. Maar ik denk dat beta, dat is toch wel typisch voor ons. En wat we bieden zijn brede opleidingen. Ik kan nog veel kanten op. Veel intensief onderwijs, heel veel contacturen, veel vrije keuzeruimte en heel veel internationale mogelijkheden. Nou, wat je nog kan helpen bij het maken van de keuze is dat we straks gaan chatten met mij of met andere studieadviseurs, natuurlijk ook van de moleculaire levenswetenschappen. Maar we hebben ook een video gemaakt waar een van onze docenten zijn laboratorium laat zien, waar hij anders les in geeft. Daar kan je ook nog aanklikken. Doe ook meer aan de matching, zowel moleculaire levenswetenschappen als ook biotechnologie. Hebben daar best wat speciaals voor bedacht. Die een op campus en die andere met filmpjes op internet. Als het weer mag, kom naar de meeloopdagen. En als je nog in 4-5 WWO bent, dan zal dat toch wel moeten lukken. En we hebben een Frequently Asked Question.
Er zijn ook wat video's gemaakt over hoe is het studentenleven in Wageningen van studenten van, ik weet niet eens welke opleiding, daar kan je naar kijken. Maar er komt straks ook nog een video van Anne en dat is dan de echte expert voor de moleculaire levenswetenschappen. Dus veel succes met je studiekeuze en ik zie je graag in betere tijden weer als ik je in kan zien. Hallo allemaal, ik ben Anne Schaefer en ik ben hier vandaag om jullie iets uit te leggen hoe het is om een student te zijn aan de Universiteit van Wageningen. Specifiek hoe het is om een student moleculaire levenswetenschappen te zijn. Ik ben momenteel tweedejaars, dus ik hoop dat ik jullie wat leuks kan vertellen vandaag. Nou, ik studeer dus in Wageningen en je kan moleculaire levenswetenschappen ook andere universiteiten studeren, maar wat is er nou zo uniek aan hier in Wageningen studeren? Ten eerste hebben we best wel veel contacturen. We zijn een van de universiteiten met de meeste contacturen van Nederland. En vooral dus heel veel practica. Wageningen is er heel erg op gericht om echt alle stof op een praktische manier bij te brengen. En dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Ik ben zelf niet heel goed in zelfstudie, want dan stel ik het altijd maar een beetje uit. Dus het is nu een beetje lastig met corona, maar ik zit liever gewoon lekker in het lab, lekker dingen te doen en op die manier praktisch dingen te leren. Dus dat vind ik erg fijn. En wat ik ook heel erg merk, en dat zeggen ze ook altijd wel, is dat er gewoon een heel goede verhouding is van docenten op leerlingen. Op de website staat dat het 1 op 15 is en dat merk je ook wel. De groepen in de werkcolleges zijn altijd best wel klein en colleges zijn zeker bij onze studies nooit zo heel erg groot. Er zijn maar een paar vakken waarin je echt in de collegezaal zit, maar meestal zit je gewoon in een lokaaltje met z'n allen. Zelfs met de helft van de studie. En dan bij practica is het meestal 1 op 6 of zo. Dus het wordt altijd heel goed individueel begeleid en je kan altijd heel veel vragen stellen. En wat ik ook heb gemerkt is dat er ook heel veel aandacht is voor mentale gezondheid in Wageningen. Je kan heel makkelijk terecht bij je studieadviseur of bij de studentenpsycholoog of al dat soort dingen. En dat is wel heel erg prettig. Dit jaar was er zelfs een hele week georganiseerd, de Surf Your Stress Week, om aandacht te richten op mentale gezondheid. En er waren allerlei colleges en massagestoelen en het was één grote festijn. Maar dat is wel heel mooi. Je kan zelfs hier in Wageningen nog financiële ondersteuning krijgen als je bijvoorbeeld door RSI-klachten studieuitloop hebt. Dus daar wordt wel gewoon aandacht aan geschonken. En dat heb ik ook gehoord van mensen die hier zijn komen studeren vanuit een andere universiteit. Nou, even nog over het verschil tussen biotechnologie en moleculaire levenswetenschappen. We hebben eigenlijk heel veel gemeen. En in het eerste jaar bijna alle vakken, inderdaad, zoals Sonja al zei. Behalve waar het verschil dus goed zichtbaar is, is dat wij bijvoorbeeld in de laatste periode kwantummechanica hebben. En dan heeft biotechnologie heeft dan proceskunde. Oh, terug. En ik denk dat dat ook wel goed illustreert wat echt het verschil is. Je kan dus ook nog, als je de ene studie hebt gekozen aan het einde, richting het einde van je eerste jaar, overstappen naar de andere studie. Vlak voordat we deze specifieke opleidingsspecifieke vakken gaan volgen. Dus dat is ook wel iets dat je misschien kan meenemen in je keuze. Nou, wat doe ik nog naast mijn opleiding? Wat is er eigenlijk te doen in Wageningen, hè? Dat verre oord? Nou, er zijn hier gewoon studentenverenigingen en studieverenigingen waar je heel veel mee kan doen. Een studievereniging, die hoort echt bij je studie. Dus moleculaire levenswetenschap heeft een eigen studie en biotechnologie heeft een eigen studie. En die doen vaak ook opleidingsgerelateerde dingen, zoals lezingen en excursies en dat soort dingen. Maar ook gewoon feestjes en borrels. Verder kan je altijd aansluiten bij een studentenvereniging of bij een sportvereniging. Ik zit zelf bij de zelfvereniging hier, Aqua. En dat is ook gewoon een grote gezellige vriendengroep. Verder zijn er ook nog gewoon open feesten. Want er zijn niet echt clubs in Wageningen waar je echt uit kan gaan. Maar daarom hebben de grootste studentenverenigingen samen afgesproken om elke donderdag afwisselend een feest te geven, zodat ook mensen die niet lid zijn van de vereniging nog steeds naar een feestje kunnen. En je kan natuurlijk ook heel erg gaan inzetten bij commissies, of je kan zelfs een bestuursjaar doen. Ik zit zelf nu tegen het einde aan van mijn bestuursjaar bij Aqua. Ik ben penningmeester geweest. En dat is ook gewoon superleuk. Je leert heel veel. Ik heb hier een foto van mijn bestuur. Deze is wat minder serieus. Er zijn wat serieuzere foto's geweest.
En je ziet nog wat foto's van gala's en feestjes en dat soort dingen. Nou, nog even over die studieverenigingen. Alchemica hoort dus bij moleculaire levenswetenschappen. En Codon hoort bij biotechnologie. Je kan hier ook een bestuursjaar doen als je wil. Dat staat ook altijd heel goed op je cv. En die doen bijvoorbeeld een labjaspimpavond, waarin ze je labjassen gaan verven en dat soort dingen. Of ze organiseren lezingen van belangrijke bedrijven. En ze hebben ook een hok hier in de WUR, op de universiteit, waar je gewoon elke pauze naartoe kan gaan. En dan kan je er wat koffie drinken en je kan er kletsen met studiegenoten. En dat is altijd een hele fijne omgeving. En dan Wageningen als stad. Wageningen is een heel erg groene stad. Er zijn hier heel veel parken en het ligt vlakbij de Veluwe. Dus als je wil gaan wandelen is het heel erg fijn. En als je in het stadscentrum komt is het vooral heel schattig. Maar ja, we hebben ook wel heel veel terrasjes, heel veel barretjes waar je heel lekker gezellig kan borrelen. Dus niet echt zo'n uitgaansclub, maar wel gewoon leuke terrasjes. En het leukste wat ik vind aan Wageningen is als het 5 mei is, dan gaat de stad helemaal los. Er is hier namelijk een vredesverdrag getekend van de Tweede Wereldoorlog. Dus in Wageningen is 5 mei altijd heel erg groot. Er komen heel veel artiesten. De hele stad wordt omgetoverd. Er zijn 8 podia. En dat is altijd een groot festijn. Dus dat heb je dan ook wel weer. En ik heb er ook nog een foto bij geplaatst van de Rijn. Want Wageningen ligt natuurlijk aan de Rijn. En in de zomer, het is echt op fietsafstand. Het is 10 minuutjes fietsen of een kwartiertje. In de zomer gaat iedereen vanuit hun practicum om 5 uur gaan ze allemaal direct naar Lidl. Halen ze een wegwerpbarbecue en gaan ze naar de Rijn. En dan zitten we daar de hele avond gewoon te barbecuen en te chillen. En ja, echt iedereen van Wageningen is dan bij de Rijn. En dat is altijd heel erg leuk. Nou, zoals je hoort heb ik het heel erg naar mijn zin hier. En ik denk dat jullie het hier ook heel erg naar je zin kunnen hebben. Maak een goede keuze en weeg ook altijd een beetje de stad mee in je keuze. Want je gaat hier wel wonen, je gaat hier wel een leven opbouwen. Dus ja, veel succes.